Het is echt een muur van bonnen gewoon. Alle koolplantjes zijn dood. Dus ik ga dit plekje gebruiken. Vanavond hebben we popcorn gegeten tijdens de match van de Rode Duivels. Maar mijn moeder heeft er een beetje laten aanbranden. Dus nee, nu zijn deze voor de kippetjes. Ik denk dat ze wel gaan blij zijn. Denk je het niet? Kijk dan hoe blij dat deze zijn. Begint te groeien. Tijd voor een werkje in de tuin. Alle uitlopers van mijn aardbeien mogen in zo'n potje. Straks heb ik al het onkruid uitgetrokken in de serre, of toch het grootste deel. En nu ga ik uitlopers van aardbeien in potjes zetten. Ik heb al een hoop plantjes voorbereid om stekjes te maken. Nu ben ik even dood op. Net een heel grote serre uit een heel grote pot voor rabijsjes en andere dingen die eigenlijk niet voor ons meer om op te eten zijn. Ik ga ze geven aan de kippetjes. Ik ga het proberen te voeden. Dat ze het lekker vinden. Dan moet je trouwens iets grappigs zien. Kom, snapje. Campus. Campus. En niet je mee. Nee, toch niet. Als ik hem met twee handen vast zou, doet hij het wel hoor. Ik denk dat ik het eerst nog een beetje ga moeten nat maken, want het is echt droog de grond. Echt droog.
vandaag zijn we 29 juli en vandaag ga ik jullie een keer tonen hoe dat eigenlijk gaat met mijn tuin. Het is al een tijdje geleden dat ik erin heb gewerkt. Gelukkig werkt mijn vader er ook in, maar er is al heel veel veranderd sinds de laatste vlog. Ik had even stekjes gezet onder deze. Deze stek is groeien ondertussen al. Ik weet eigenlijk niet meer wat het was. Maar mijn kattengras, oei, ziet er niet zo goed uit. Nog een stekje. Appelboom. Mijn plant die ik heb gered, ziet er wel goed uit eigenlijk. Kerryplant doet het goed. Quinoa is een beetje klein en dan doet het wel goed. Het is zelf al aan het verkleuren. Kijk, daar zie je rood. Hier heb je heerlijk. Al mijn tomaten zijn ziek, maar aan de plant hangen er wel een aantal tomaatjes en die gaan wel goed uitkomen. Mijn paprika planten zijn vol met paprika's. Er zijn al een paar rood aan het worden. En één is er al getrokken zelf. Aardbeienplantje. Oh, deze doen het ook goed, wauw. Eigenlijk beter dan de andere. Het zijn er twee die zelf hebben gezaaid. Die hebben een stokje gekregen. Oh, wow. Dan zie je een tomatenplant die eruit komt, die eigenlijk onkruid is. Zie hoe hoog dat die staat. Uiteraard gaan we nooit meer zo'n mooie tomaten hebben als aan de andere, maar toch heel goed. Aardbeienplantjes die al klaar zijn voor volgend seizoen. Nog een tomatenplant die ook onkruid was, die ik ook had gered. De kavel is klaar om te oosten eigenlijk. De bonen zijn al voor een deel geoost. Kijk hoe groot ze zijn. En zulke grote bollen hangen er eigenlijk aan. Dus er zijn er al een deel geoost. Ik heb er ook al een deel opgegeten. Super lekker. Mijn lenteuitjes doen het ook goed. Ik denk dat mijn pa ze ook binnenkort gaat uithalen. Courgette dat wij al gegeten hebben, echt abnormaal. Lijner binnen, zeker 5 van die grote hebben er echt al super veel gebruikt in soep en zo. De prei doet het ook goed. Hier zitten er plantjes in dat ik eigenlijk niet weet wat. En deze plant, dit is de zoete aardappelplant, is eigenlijk een klein beetje mijn tuin aan het overnemen. Daar is er ook nog eentje. En daar een kleintje. Mijn vader heeft de uien uitgedaan. Net als de aardappeltjes. Dat zijn er een paar. De aardbeien die we gestekt hebben, heeft hij ook hars tussen gedaan of zoiets. Voilà. Nog meer prei. En die pompoenen die heel mijn tuin aan het overnemen zijn, doen het eigenlijk echt al goed. Kijk, ze zijn al oranje geworden. Binnenkort mogen die eigenlijk ook al een paar oosten worden. Het zijn echt al rood ertussen. Kijk, echt, ik moet hier oppassen waar ik wandel. Kijk, ze mooi. Dat is een andere soort en die doet het eigenlijk ook wel heel erg goed. Een kleine overview. Pompoenen. Baren, aardappelen en uien zijn uit. Bonen. Iets dat ik niet weet. Prei, aardbeien. Nog veel meer pompoenen. En courgette. Ik heb echt 1 plantje gekocht en ik ben blij dat ik er maar eentje heb gekocht. Want we hebben hier zeker al 10 courgettes aan gehad. Als het niet meer was. Ei. Zoete aardappel.
Bonnen, bonnen, bonnen. Het is echt een muur van bonnen gewoon. En kachel. Mijn composthoop. En nog meer aardewijn. En dat is mijn serre. Zo moet iedereen het pot worden of het is niet meer zijn oogsttijd, want dat ziet er niet goed uit. En nu ga ik op zoek naar het krattengras. Mijn vader zei dat hij het krattengras had uitgeplant. Ik heb echt geen flauw idee waar. Er zijn hier echt trouwens al massa veel appelen op de grond. Ja, de kruidenton dat ik vandaag getroond heb, enkel de peterselen groeit er nog. Hier is nog een keer goed de kavel. De bomen. En dat is peterselen, denk ik. Zet de lieve heersbeestje op. Of een kevertje met streepjes. Een plaatje van de IKEA staat eventjes hier, omdat het echt heeft afgezien binnen. Een basilicumplantje is weer aan het groeien, maar nog niet ook zo hard als ik zou willen. En dat plantje is hier gewoon rood. Mijn vader heeft hier waarschijnlijk iets gezaaid. Geen flauw idee wat. Ik heb hier een paadje gemaakt. En hier kan je ook terug zien. Kippetjes maken raar geluid. Nog steeds geen eitjes. Die zijn wel groot geworden. Ja. Dag kip. Deze alle vijf. Eet maar, jongens. Tja, tja.